Yo boys, we zijn er weer. Oh, het seizoen eindigt over 3 dagen al, joh. Kut. Maakt niet uit. Hey boys, we zijn er weer eens. Vandaag een solo queue'tje. Bro, we gaan solo queuen vandaag om te bewijzen dat ik niet word gecarried in Rocket League. Oké? Okay? We moeten ons even bewijzen dat we niet worden gecarried, oké? Okay? Dat is waarom we hier zijn. Oké, okay, boys, als wij nu alles verliezen vandaag, dan kunnen we officieel zeggen dat ik gecarried word, oké? Okay? Maar, hey, boys, want ik zie die comments van jullie allemaal, hè. Ik zie die comments van jullie allemaal van, oh mijn god, Tobias, jij bent zoveel beter. Je wordt gecarried, Skeptrick. Boys, ik ga jullie bewijzen dat ik niet gecarried word, ja? Ik ben nu letterlijk solo queue aan het gaan in champion lobbies en ik word niet gecarried. Oh, wat doe ik? Ik ben niet aan het opletten. Ik ben letterlijk full speed naar die bal aan het gaan, terwijl het niet mijn kick-off is. Het gaat zeker wel minder zijn natuurlijk. Gewoon de gameplay, in ieder geval gameplay. Gewoon het teamspel en bla bla bla. Omdat, weet je wel, we hebben nu geen komst natuurlijk. Maar nog steeds. Ik bedoel, als het goed is, hun ook niet. Nee. Dit gaat fout. Dus we gaan dit gewoon winnen. Het is, teammate. Oh. Maar boys, ik moet wel eerlijk toegeven. Ik weet niet, volgens mij, ik weet niet zeker. Maar volgens mij is Tobias normaal gesproken namelijk Grand Champ Champion 3. Oh mijn god, holy shit. Ik dacht even dat ik troodde hier. Maar Tobias is normaal gesproken Grand Champ Champion 3-achtig, volgens mij. Nice shot, man. Great shot, man. Ook wel prima paasje. Hier gaan we mee. Maar Tobias is dus champion 3 of grand champ. Iets in die richting. Washed wil ik niet zeggen. Want hij is gewoon nog steeds goed. Maar hij speelt niet extreem veel meer. Dus waarschijnlijk inmiddels champion 3, dacht ik. Ik heb getroot. Het is mijn schuld. Het was ook niet echt een... ik laat... Hè? Oh, teammate heeft het. Ik pak dit. Oh, nee, bro. Ik had eigenlijk moeten wachten. Oké, okay, ik heb hem geblokt. Ik hoop dat teammate... Oh, yo. Dat was heel fucking spannend. What the fuck gebeurt hier? Teammate, hij mist. Niks aan de hand, boys. Kan gebeuren. Oké. Holy shit. Dit was een klein beetje te close, merk ik. Maar, hé. Oké, dat was een extreem goede voorzet. Oké. What the fuck? Dat was de meest insane blok aller tijd. Bro, teammate, je moet een beetje beginnen met oppassen, man. Bro, teammate, je moet een beetje beginnen met oppassen. Wat gebeurt hier? Ik bedoel, dit was ook niet heel clean van mij, maar... What the fuck was dit? Dit vind ik oprecht helemaal niet heel erg. Oh, nu wel. Omdat ik fucking treuzel. Ik treuzel. Kom op dan, Skeptrick. Hier ga ik zeker voor. En dit is van mij... Oh ja, trouwens, boys, ik wil dit nog even zeggen, want ik vergeet dit elke video weer te zeggen en zo. Ik ben eigenlijk van plan om... Kutje, Bef. What the fuck is dat? Oké, maar boys, wat ik dus wilde zeggen. Ik ben eigenlijk van plan om 7 juni, wanneer... Dat is mijn verjaardag. Ik ben 7 juni jarig, boys, voor de mensen die dat niet wisten. Wil ik eigenlijk een YouTube-stream doen. Voor, nou, eerste keer niet volgens mij, maar... Laten we gewoon de eerste keer zeggen voor de leuk. Voor de eerste keer YouTube stream doen. Dus, hey. Voor de mensen die dat interessant lijkt. 7 juni. Ik ben waarschijnlijk live om 7 uur in de avond. Dat is wel gewoon door de week natuurlijk. Dus waarschijnlijk 7 juni. Om 7 uur live in de avond. Met Rocket League. Dus, hey. Wil je daarbij zijn? Wees erbij. We worden alleen wel aangepakt. Maar dit is zeker mijn teammates schuld. Oh, huh? Yo, ben ik blind of zag je die guy totaal echt letterlijk niet? Nice, man, goeie. Bro, ik weet niet of ik echt zwaar blind ben, maar ik zag hem letterlijk niet. Normaal gesproken zie ik hem wel eens niet, weet je wel. Maar ik zag hem gewoon een klein beetje dat het vaag is. Ik zag hem compleet niet. Weg. Gaan. Oh, kut. Bro, waarom ging teammate daar? Was dat onlogisch? Oh, man. Bro... Wat doet hij nou? Of waarom... Wat? Wie geeft nou de schuld? Ik geef enemy de schuld voor mij beuken. Goed punt. Ai, what the fuck? Hij schiet me recht door me heen. Oh, teammate is niet daar! Ja, dit hebben we gewoon keihard verloren, man. Ik weet niet wat ik hier beter kon doen. Om heel eerlijk te zijn, ik heb geen idee meer wat er allemaal is gebeurd. Maar dit was gewoon niet goed. Het ging gewoon fout. Oké, boys. Nieuwe ronde, nieuwe kansen noemen wij dit wel eens. Niet verliezen dit keer. Oké, goed gekick-offed. Boom.
Deze... Oh, ik ben zo goed vandaag, man. Ik voel zo extreem lekker vandaag. Ja, maar bro, ik ben... Oh, bro, ja, ik ga weer zo'n dag hebben dat ik gewoon totaal als een fucking aardappel speel, bro. Ik zie het nu alweer, bro. Bro, hoe mis ik ook de demo? Ik bedoel, ik kan geen ballen raken. Ik kan ook hun auto's niet eens raken. Kom op, teammate score dit. Nice, 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 man. Oké, we hebben het gescoord, man. Goed gespeeld, Skeptric. Was ook wel een beetje een whiff van hun, maar dat maakt niet uit. Oké, dat was nog prima. Dat was prima. Het staat 1-1. Even kalm aan, Skeptric. Kom op nou. Ja, bro, maar wat moet ik daarmee? What the fuck is dat, bro? Deze guy denkt ik ben ready voor hem die een enge fucking flip reset doet. Op het laatste moment te verflikt nog. Kom op. Nice, man. Bro, ik weet nou niet wat normaal is voor Champ 2, man. Deze mensen, hun mechanics zijn 10.000 keer beter dan die van mij. Eerlijk, ik zie mensen flip resets doen. Ik kan geen eens een speed flick. Ik kan letterlijk geen eens een speed kick of ding. Fuck. Maar toch heb ik niet het gevoel alsof ik echt per se... Oké, soms ben ik wel echt shit en throw ik echt dingen waarvan ik zit van put verdimmen. Maar ik heb niet het gevoel alsof ik dat ver achter loop op deze mensen ofzo. Gewoon als je kijkt naar bepaalde ballen, plays die gegooid worden nu, die ik die mis, fucking mongol bij Skeptric. Ja. Bro, maar boys, effe. Ik bedoel, dit boeide echt totaal niks. Maar deze guy ging echt met het fucking oud-opa tempo. Deze guy ging letterlijk met het tempo van een opa die net 3 dagen in een rolstoel zit. En hij demo't mij. What the fuck is dat? Aight. Oh, dit is gewoon in. Nice. Oh, ik mis de boost. Ja, nu heb ik getrot. Ja, bro, maar waarom mis ik de boost, gast? Het is zo irritant dat als je zoiets krijgt en dat letterlijk alles begint bij dat je de boost mist. Ik bedoel, deze hele aanval was nooit boeiend geweest als ik mijn boost had gepakt. En ik mis de boost. Ik moet mezelf echt mentaal bij elkaar rapen, want om een reden vind ik dat heel moeilijk op dit moment. Ik ben dood. Ik wil fucking dood. Ja, ik heb geen zin meer in dit spel. Maar kijk dan ook even, ik doe letterlijk niks eigenlijk in het hele team. Boys, even. Wat doe je eigenlijk met... Oh. Wat doe je eigenlijk wanneer je het van je een kick-off hebt gehad? Gaat dan degene als die erachteraan gaat ervoor of moet ik gewoon doornemen? Want ik heb geen idee eigenlijk. Ik wil eigenlijk die teammate blamen omdat die erachteraan ging. Maar was dat logisch? Want op zich heeft hij wel waarschijnlijk de boost en shit. Oké, boys, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Teammate, oh mijn god. Teammate, wat een schot. Let's go. Kom op, ga in. Alsjeblieft, Heer Jezus. Yes. Yes, gast. Oké, kom op. Deze game heb ik, man. Ik moet even voelen, merk ik, man. Oké, bro, ik zeg je eerlijk, deze kan ik echt hebben. Deze enemies zijn niet dat goed. Mijn teammate is gewoon wel prima. We hebben dit gewoon. Ik merk eigenlijk dat het niveau niet per se omhoog gaat. Vanaf nu. Dat het minder whiffen gaat gewoon omhoog. Snap je wat ik bedoel? Het is gewoon zo van... Het is gewoon letterlijk niet... Het niveau... Het gaat niet heel veel beter worden dan dit. Behalve in SSL en shit natuurlijk. Maar ik denk dat als je eenmaal Grand Champion wordt... Dat het niet heel veel beter is of zo dan in wat ik heb. Alleen mensen whiffen gewoon veel minder. Natuurlijk, dat is beter natuurlijk. Daarom is het ook hoger rank. Maar weet je wel? Ik denk dat dat het een beetje is. Ik heb geen idee wie de fuck hierom vroeg, maar ik dacht ik zeg het toch even. Ja, ik weet even niet wat hier gebeurde, maar er ging iets fout hier bij mij. Ja, dit. Ja, ik weet niet. Ik heb geen idee wat er... Mijn hele hoofd was er even niet bij trouwens. Ik heb geen idee wat de fuck ik beter kon doen en al die shit. Het ging gewoon fout of zo, blijkbaar. Oh. Nice, gast. Let's go. Oh, what the fuck is... Hoe is dat überhaupt mogelijk? What the fuck? Bro, flik naar voren en schiet die bal gewoon op een of andere magische manier naar achter. Oh, fuck you, man. Fuck you, man. Kom op. Oh mijn god, yes, gast. Oké, dit doet me oprecht goed. Dit doet me oprecht fucking goed. Yes, gast. Oh, hij paste hem. Ik was oprecht niet ready daarvoor. Ik had geen boost en shit, maar dat kon hij niet weten. Fuck, ik fucking troll.
Oh, bro, waar kijk ik ook naar? Gast, zag mij. Oh, bro. Ik had hem kunnen demo hier eigenlijk. Teammate. Oh, teammate ging niet. Teammate? Hey, teammate, waar de fuck ben jij? Bro, nu trouw ik. Ja, maar bro, effe. Waarom de fuck gaat mijn teammate niet? Ik word hier zo tering nerveus van, man. What the fuck is dat ten eerste? Ik heb geen idee meer wat ik moet doen. Deze guy staat gewoon in de goal niks te doen. Begin fucking te springen. Bro, effe. Je kon 24 jaar al voor die bal gaan. En deze guy staat er maar. Bro, effe. Dit is in ieder geval... Oké, uiteindelijk ik wifte omdat ik fucking nerveus werd. Omdat ik niet wist wat ik moest doen. Omdat die guy gewoon ongemakkelijke situaties creëert. Maar... Dit is... Oh mijn god, gast, potverdikkie! Oké, terugrijden. Gaan. Missen. Blokken. Teammate hebben. Teammate niet gaan. Teammate nu hebben. Teammate 50 winnen. Teammate naar enemy passen. Skip trick. Naar voren tikken. Enemy pakken. Enemy whiffen. Skip trick whiffen. Teammate carryen. Enemy Skeptic niet whiffen. Skeptic niet whiffen. Yes, gast. Oké, we hebben dit potje weer binnen. Fuck deze game. Dit was de meest dramatische game van mijn leven. We gaan verder. Let's go. Fuck, ik trouw echt één balhaar en ik had die bal. Ik zweer het. Eén fucking balhaar. En ik heb gisteren geschoren. Oh mijn god. Oh, fuck. Hij was snel. Oh, yo. Holy shit. Deze was echt eng, jongen. Ik stond daar. Ik dacht, oké, ik zie ze allebei. Ze zijn niet hier. Ik laat hem gaan. Holy shit. What the fuck. Dit speelt wel een beetje met mijn hart. Gast, dat ik wilde hem eigenlijk de eerste wel inleggen, weet je wel? Dat ik hem gewoon aannem en gewoon over de grond heen. Dat hij dan zo de goal in rolt, weet je wel? Hier. Oh, wat hij whiffed. Oh, skip terug. Jawel, gast. Hey, boys. Ja, ze zeggen forfeit. Boys, ik zweer het. Jullie zaten allemaal zo van... Oké, skip trick. Eerste twee verloren. Hij wordt gecarried door zijn teammate. Nee, man. Ik ben de goat. Ik ben letterlijk de goat. En ik carry de games ook nog, hè. Twee keer achter elkaar match MVP. Kom op dan, gast. Ah, ik ga voor hun back. Oh, teammate gaat niet. What the fuck? Hallo? Wow, teammate, hallo! What the fuck? Bro, gaat nergens voor. Ja, dit heb ik zeker niet. Bro, teammate, waar de fuck ga je voor, bro? Oh, goeie. Nice. Huh? Bro, boys, ik snap niet hoe ik 0 punten heb. Ik bedoel, het gaat natuurlijk niet allemaal om punten en shit, maar hoe de fuck heb ik 0 punten? Ah, het goeie. Oké, nu gaan. Ah, nice man, goeie. Ik dacht al, dit kan best wel een goaltje worden, want ik weet niet, ik voel gewoon die guy schoot en die andere guy zat hier inderdaad. Ja, dit was een goeie. Ik weet niet, boys, ben ik de enige die dat heeft, dat soms dan weet je, soms word je ook boos om een actie of zo, toch? Dan word je boos, maar je... Soms dan word je boos om een actie of zo en dan ben je gewoon letterlijk vergeten hoe die hele shit ging gewoon. Gewoon uit chaos of uit weet ik veel. Uit intentie of zo. Intentie, niet fuck. Weet je wel, dat je gewoon letterlijk een actie doet en dat je blij of boos of weet ik veel wat je bent. En dat je gewoon letterlijk bent vergeten hoe en wat het ging, maar dat je wel weet dat je iets kuts had gedaan. Of iets goeds dan, maar... Ik weet niet, ik heb dat dus best wel vaak eigenlijk. Misschien kan het ook zijn omdat ik zwaar brain dead ben en vergeetachtig. Teammate, ik beuk. Kom op. Yes, gast, kom op dan. Oké, dit kunnen we oprecht hebben. Zaadlozing. Ah, maakt niet uit. Boys, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. 100k aan het eind van het jaar gaan wij gewoon hitten. Kom op dan. Onchin.